Toen hij een jaar of 14 was, is hij voor vakantiewerk, zeg maar, met zijn vader meegegaan om een beetje aan te vegen, een beetje riet te opperen. En op een gegeven moment ook het dak op. En, dat was, vond ik wel een hele spannende tijd. Dat ik er wel eens heen ging en dat ik echt dacht van, joh, dit kan toch zo niet. Het liefst zou ik hem in zo'n broekje zien met een touw eraan. Maar ja, het schijnt niet te werken. Het is een gevaarlijk beroep, het heeft risico's. Ja, je werkt op een hoogte en je zit nergens aan vast. Dus als je uitglijdt of er gebeurt iets, je schrikt ergens van, waar hou je je dan aan vast? Toen ik uit de auto stapte en Robin daar helemaal al boven in die nok zag zitten, oh, dat maakte wel even indruk. En het dak is ook zo stijl. Heb ik nog nooit eerder gezien. Hey! Hey! Hou je wel goed vast? Ze vindt het zeker wel spannend. En nu we bijna bovenaan zitten, is dat een behoorlijke hoogte. Hey, dat is echt hoog. Van beneden af gezien is dat wel zorgwekkend soms, ja. Ik wist dat er ook een heel huis in de steiger stond, waar echt dus ook gebouwd wordt. Daar moet je wel even goede schoenen aan en een helmpje opzetten. Hey Robin! Kom je boven? Nee, ik dacht het niet. Hallo. Ja, dan kom ik wel beneden. Ah, dat is fijn. Kom maar. Okay. Zij kwam inderdaad op met een helm, hele goede bedoeling. Wij zelf dragen ze niet. Waarom heb jij geen helm op? Dat is niet verplicht. Ja, daar gaat het niet om. Nee, het zit niet zo fijn. Het zit een beetje in de weg. Dus ik heb hem liever, heb ik hem niet op. Het is het laatste stukje? Ja, het laatste stukje. En dan de andere kant nog een stukje? Ik kan je wel laten zien. Nou, dan moet ik mee naar boven. Kunnen we via de steiger? Heb je een touwtje? Dan ga jij maar achter mij anders. En nou die? Nog eentje? Ja, is goed. Kan wel. Het loopt een beetje wankel op de steiger, een beetje weken beentjes. Ik stelde veel vragen. Ja, ze kwam wel een beetje bezorgd over. Het is ook wel mooi. En hoe zit het vast ook met zo'n pin? Ja. Moet daar niet een net of zo tussen? Nee. Is er wel eens iemand vanaf gerold die dat... Nee. En je hebt ook van die, timmermensen, timmerlui hebben. Van die... Ik heb nog nooit zo'n stijl dak gezien. Je bent dus niet verplicht om je te zekeren. Nee, dat is niet verplicht. Oh, zit goed vast. Ze ziet zelf ook dat we het rustig aan doen op het dak. Dat we alle maatregelen hebben getroffen. En dat het goed verloopt. Nee, Robin vindt het leuk dat ik die vragen stel, want dat maakt hem ook weer scherp. Dat merk ik wel. Maar op een gegeven moment moet ik wel ophouden te zeuren, want het is goed zoals wij het doen, man. Het kan niet anders. We doen het goed. En daar vertrouw je op. Robin! Eten! Vanmorgen eerst even thuis een lekkere lunch voor hem gemaakt. Nou, niet alleen voor hem, voor de rest ook natuurlijk. Oh, we zijn nog op zijn Grieks vandaag. Ja, vroeger had je... Vroeger was er niks. Had je een steiger van twee plankjes op schaagjes. Ja, een roombaal eronder, een oude wagen en dan waren ze. En dan moet je in ieder geval een rugleuning hebben. Ga je nu ook met een gerustig gevoel naar huis? Ja, er is een heel verschil bij toen je nog een stuk jonger was. En nou heb ik zoiets van, nou heb je al zoveel ervaring en je let op zoveel dingen. Vond jij het ook leuk dat ik er was? Of voel je een beetje aan alle kanten bekeken en bekritiseerd? Viel dat mee? Ook. Je stelt wel veel vragen, maar je stelt wel veel goede vragen. Ja, want ik ken de regels ook niet. Ik kijk gewoon of je veilig bezig bent. En of het nou een regel is of niet, het gaat mij er gewoon om dat jij er niet afvalt. Ja, precies. Daar gaat het om. Ja. Ja. Gaan we nou naar huis? Ja, het is koud. Mag ik bij je eten? Prima. Ik heb geen zin meer om te koken. Oké. Dan houden we wel wat op.